fijn dat je kijkt naar TV zelf. En ik ga synchroon zwemmen. Met mensen in een gewoon team vindt ze erg leuk. Ja, en Denise ging voor ons naar de Elfen en Fantasy Fair. Dat zie je nu in TV zelf. Ik ben Denise en dit is Suzanne. En wij zijn hier op de Elfen Fantasy Fair in Haarzuilen. En natuurlijk zijn we hier speciaal voor gekleed. Het lijkt me heel apart om hier zo verkleed rond te lopen, of niet? Nee, het is niet echt apart hier. Nee, vind je die apart? Nee, je bent zelf ook verkleed, dus ja. Het is eigenlijk je soortgenoten. Ja, een soort grote familie. Ja. En dan de Bauzenbaan. Alcohol en een snowy shroud. Denise, jij hebt PDD NOS, hè, heb ik begrepen. Hè? Wat is dat nou, PDD NOS? Dat is gewoon een stoornis in je hoofd. En als je PDD NOS hebt, dan fixeer je zeg maar op één ding wat je heel graag wilt. Dus, ja. Kun je een voorbeeld geven? Net als ik ben heel erg fan van Japan. En ja, daar ben ik al heel lang. En dat fixeert me eigenlijk ook wel een beetje op. Als ik hier loop, hè, dan maakt het niet uit hoe je bent. Hè? Is dat een beetje wat het zo leuk maakt dan? Ja, eigenlijk wel. Is dat wat je in het normale leven wat minder voelt dan hier zo? Kun je daar zoiets over vertellen? In het normale leven kun je ook wel zo zijn, zeg maar. Maar niet via uiterlijk, zeg maar, via kleren en zo. Maar dat kan hier wel gewoon. Kun je het gewoon helemaal jezelf zijn. In het normale leven moet je dan dingen meer verbergen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hier kun je gewoon open zijn en iedereen accepteert je. En ja, je leert hier eigenlijk meer om vrij te zijn. En ja, het is goed wie je bent. Dat leer je eigenlijk hier. Ja, volgens mij is het meer van soortgenoten met meer bevrijding dat er dan wel kan. En ja, normaal kan het eigenlijk niet in het normale leven. Kun je nooit zo verkleed gaan eigenlijk. Zonder dat je wordt bekeken of iets. Hier kan je gewoon lekker jezelf zijn. Ja, alles kan en mag. Je hebt meer middeleeuwse ridders. En je hebt die vikingen en elfjes. Ja. En die? Maar dat werkt wel heel goed, hè? Iedereen is heel aardig tegen elkaar. En... Ja, tof. Eigenlijk moet het elke dag zo zijn. Het zou ook minder oorlog zijn. Helpt het als je je verkleedt, dat je dan minder verlegen wordt? Oh ja, eigenlijk wel. Dag dames! Nee! Dat soort mensen word je helemaal niet meer verlegen, hè? Nee. Heb jij een tip voor mensen die dezelfde PDD NOS hebben? Gewoon jezelf zijn en het komt allemaal wel goed. Annie gaat synchroon zwemmen. Vindt ze erg leuk in een gewoon team. Of niet, Willem? Ja, schitterend. Auw! Oh. Hoi, mijn naam is Annie. En hier zwem ik in Deurne, Watervrienden. En hier zwem ik en... Komen jullie kijken? Ik ben Julissa. Ik ben Brit. Ik ben Judith. Ik ben Celine. Annick. Ik ben Iris. Wij zijn de synchroonzwemsters van Deurnse Watervrienden. Waarom zitten jullie zoveel meiden hier in Deurne op synchroon zwemmen?
Ja, omdat het gewoon heel leuk is en het is ook altijd gezellig met allemaal meiden en zo. En je leert ook heel veel en zo. En wat vind jij het leukste om te doen van het zwemmen? Allerleukste vind ik liften. Ja. En wat vind je het moeilijkste? Koprol. Annieke in de groep erbij is heel erg leuk, want ze is altijd heel erg enthousiast. Dat steekt de andere kinderen ook aan, dus ik heb altijd heel veel dames met heel veel plezier in het zwembad liggen. Ze zorgt er ook voor dat als we een muziekstukje gaan doen wat op tel moet. Annieke heeft een hartstikke goed ritmegevoel, dus ze helpt andere kinderen ook die er wat meer moeite mee hebben. Zorgt ze ervoor dat ze op de juiste tel de juiste beweging doen. Wat betekent het om iemand als Aniek in zo'n groep te hebben? Je moet er wel van uitgaan dat je, als Aniek erbij is, dat je dingen veel duidelijker uit moet leggen. Je moet heel veel geduld hebben, want Aniek die begrijpt niet alles meteen de eerste keer. En dat geeft ook niks. Leggen we het gewoon nog een keer extra uit. De andere dames kunnen meestal toch wel aan de slag. En dan geef ik de opdracht gewoon nog een keer. En ik moet gewoon zorgen dat ik kort vertel aan Aniek wat ik van haar wil. En dan doet ze het ook gewoon hartstikke goed. Net zoals met de koprol, die mag ze niet. Dan laat ik haar mij mee helpen. Maar dan kunnen de andere dames de koprol wel gewoon leren. En dan heb ik Aniek bij me die de helft van de groep in de gaten houdt. En dan hou ik zelf de andere groep in de gaten. En tussendoor wisselen eventjes van een groep. En dan gaan we dat weer in de gaten houden. Gezien ook voordelen gehad. Ik ben veel duidelijker in mijn uitleg, waardoor Aniek het heel goed begrijpt, maar andere kinderen het ook gewoon heel goed begrijpen. Ik praat heel rustig, ik articuleer heel goed, zodat er goed verstaan wordt wat ik zeg. Ik probeer heel goed in groepjes te werken, waar Aniek zelf in meezwemt, maar ook waar Aniek als tweede juffrouw ook aan mee kan kijken. Aniek zit in jullie groepje. Hoe is dat voor jullie? Gaat dat goed? Houden jullie daar rekening mee? Nee, het is eigenlijk hetzelfde als gewoon een ander meisje eigenlijk. Ja? Zij kan gewoon meezwemmen? Ja, alleen zij hoeft soms wat minder banen te zwemmen dan ons. Nee, Inge, het is definitief afgelopen of voorbij. Hij is dood. Doe het niet meer. Valt je koppakkingen. Terugkerend probleem van busjes met een beperking, maar ook met mogelijkheden. Goed, in ieder geval volgende week in TV Zelf een reportage over brusjes. Brusjes? Wat zijn dat? Ja, dat zijn broertjes en zusjes van mensen met beperkingen en mogelijkheden. Nou, ik dacht soertjes. Soertjes? Ja, soertjes. Tot in TV Zelf.